leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video gaan we een nieuwe trendeditie van Essence uittesten, namelijk de Chili Vanille collectie. Hij ligt op dit moment in de winkel en in deze video zal ik dus weer wat meer informatie geven over deze collectie. En gaan we uiteraard de producten uittesten. Dus mocht je benieuwd zijn of het de moeite waard is om voor deze collectie naar de winkel te gaan, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik heb even het persbericht erbij gepakt en Essence zegt zelf over deze collectie. Omdat het knusse seizoen is aangebroken, is de beauty sfeer super chill. En deze collectie zou alles zijn wat je wilt. Het is echt een wintercollectie met glanzende, zachte texturen en huidvriendelijke formules die je in warmte onthullen. Je zou je make-up look kunnen verwarmen met een latte geïnspireerde palet van warme metallics en vanille gekruide lip goodies. Dus het is echt ook wel een collectie met redelijk veel lipproducten, moet ik zeggen. Ik zal de prijzen van de producten eventjes erbij in beeld zetten, zodat je weet wat het heeft gekost. En dan beginnen we eigenlijk eventjes met de body en highlighter stick. En dat is deze. Die ziet er zo uit. Hij heeft de naam 01 Glow with the Flow gekregen. En Essence zegt zelf over deze stick dat hij iriserend is met een rosé-gouden glans. Die alle huidtinten zou flatteren. Het is een voorgevormde applicator en het aanbrengen zou heel makkelijk zijn zonder dat je knoeit. Je kunt hem zowel op het gezicht als op het lichaam gebruiken. Als je het dopje eraf haalt zie je hier een draaimechanisme. Die kun je omhoog of draaien en dan gaat de stick omhoog. Ik zal hem ook eventjes swatchen. Ik ga hem alleen op mijn gezicht gebruiken, want mijn lichaam is gewoon lekker in kleding gehuld. Want ja, het is nou niet de warmste tijd van het jaar. Dus, maar dit kan bijvoorbeeld wel weer leuk zijn als je een wat opere halsje hebt. Dit is de swatch. Ik hoop dat hij goed overkomt. Ik twijfel of je hem heel goed ziet. Je ziet hem hier vooral zitten. Ik vind hem er wel mooi uitzien, maar ik ben heel erg benieuwd hoe het ook op mijn gezicht eruit ziet. Want dat is natuurlijk altijd een tweede. Dat is die. Dan hebben ze een Color Intensifying Lip Balm. En dat is deze. Die ziet er zo uit. Hij heeft de naam 01 Zo Vanille Lishes gekregen. En deze die werkt weer op de pH-waarde van je lippen, waardoor je een perfect zacht roze tint zou krijgen. Hij heeft een conditionerende formule en die zou de lippen verzachten en hydrateren. En hij zou een zoete vanillegeur hebben. Die ruik je ook echt. Zo ziet hij er dan uit. Een soort marble effectje erin, wat ik wel heel mooi vind. Ik kan hem even swatchen, maar hij zal natuurlijk op mijn hand niks doen. Omdat hij dus op de pH-waarde werkt. Dus hij zal hier niet roze worden. Ik heb hem hier even geswatcht, maar dat zie je inderdaad ook niet. En dat had ik al verwacht. Dus dat was eigenlijk niet heel erg nodig. Dan hebben we de Lip Glaze. Dat is deze. Die ziet er zo uit. De naam is 01 Home is Where Vanilla Is. Het is een glinstere, ultraglanzende finish. Het heeft een neutrale tint die bij elke make-up look en gelegenheid zou passen. En ook deze heeft weer een zoete vanillegeur. Die ruik je gelijk. Het doet me ook een beetje denken aan cacao, als ik heel eerlijk ben. Ik vind niet direct dat ik er vanille in ruik. De applicator is dus vrij basic, dus niet heel spannend. En hij is inderdaad echt een beetje nude, zoals ik hem op mijn hand zie zitten. En dan ziet hij er zo uit. Dus op zich wel heel erg mooi. Dan hebben we de Under Eye Brightening Cream. Dat is deze. Deze heeft de naam 01 A Little Moody But Cutie gekregen. Het is een licht getinte kleur en die zou dus de huid rondom de ogen verhelderen. En hij zou voedend zijn, maar toch een lichtgewicht formule hebben. En hij heeft dus een precieze applicator waardoor je hem makkelijk kunt doseren. Het is gewoon eigenlijk een heel klein openingetje waar dus het product uitkomt. Ik zal een heel klein beetje op mijn hand aanbrengen. Dan zie je hier het kleine drupje zitten. En als ik hem uitsmeer, zie je dus dat hij heel licht wordt. Dus
Ik ben wel benieuwd hoe dat er onder de ogen uitziet. Want het is niet echt mijn huidskleur. Maar met goed blenden gaan we het misschien wel heel goed voor elkaar krijgen. Er was ook nog een spons verkrijgbaar in deze collectie. Die heb ik zelf niet gekocht. Want ik heb zelf gewoon relatief goede sponsjes. En ik vind het zonde om daar geld aan uit te geven. Omdat ik het dan toch niet ga gebruiken. Dan hebben we twee liquid oogschaduwkleuren. En dat zijn deze. Ze hebben de namen. Daar moet ik heel even mijn zaklampje voor aanzetten. Want anders kan ik het niet lezen. 02 Vanille Vibes Only. Dat is deze. Maar we hebben ook de 01 No So Basic Vanille. En dat is dan deze kleur. Ik ben heel erg benieuwd. Essence zegt over deze oogschaduwkleuren dat ze glanzende met een warme of koele tint hebben. Ze zijn wel goud. Ze zouden snel drogend zijn en vloeibare formule hebben. Ze zijn langdurig en zouden een opbouwbare dekking hebben. Ze hebben eigenlijk een heel basic applicator die je ook vaak terugziet bij lipgloss. En dan breng ik ze aan. Dit is de... Even checken, de 01 die ik nu doe, die wil ik ook gaan gebruiken. Dan zal ik de 02 er eventjes naast doen. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik zie niet heel veel verschil. Ik vind ze allebei best wel op elkaar lijken. Dus ik vind het verschil niet heel erg groot als ik heel eerlijk ben. Misschien dat het op de ogen er anders uit gaat zien, maar ik vind het verschil niet heel aanwezig. Het laatste wat we dan hebben is een lipmasker. Dat is deze. Die heeft de naam 01 Let's Get Cozy Honey gekregen. Die zou een ultra rijke romige formule hebben. Zachte lippen zou die geven. En hij heeft dus ook weer een vanillegeur. Hij ziet er dan zo uit. Dus ik ben wel heel erg benieuwd. Ik vind de vanillegeur er niet echt afspatten. Nou, ik ga eventjes een haarbandje pakken en dan gaan we de producten uittesten. Oké, ik ga als eerste even het lipmasker aanbrengen. Omdat we best wel veel lipproducten hebben en ik alles wel wil uitproberen, vind ik het best wel lastig. Omdat je gewoon merkt dat er gewoon best wel veel producten in zitten. Dus ik ga gewoon wat opnemen. Ik heb het even met mijn duim gedaan, dat is niet heel erg handig. Maar anders zit mijn nagel erin. En ik heb momenteel... echt hele droge lippen, dus dit komt heel goed uit. Maar ik ga je wel heel eerlijk zeggen, ik zal hem nog wat langer gaan proberen. Zo, dan zit hij er in ieder geval eventjes op. Ik kan die gewoon eventjes intrekken, maar ja, ik wil dus ook de andere lipproducten uitproberen. Dan gaan we eventjes verder met de under eye concealer en daar zal ik jullie, of under eye brightening moet ik zeggen. En dan zal ik jullie even iets meer voor inzoomen zodat we eventjes net wat beter zicht hebben. Zo, ik heb er maar even een spiegeltje bij gepakt zodat ik zelf ook goed kan zien wat ik doe. Ik heb even een kwastje gepakt, daar ga ik het product op aanbrengen zodat ik het onder mijn ogen kan aanbrengen. En dan ga ik het even inblenden met een kwastje of met een sponsje, want ik merk de laatste tijd dat dat gewoon net iets beter werkt. Ik breng gewoon een heel klein dotje aan. Want ik weet niet wat er gebeurt als ik heel veel aan ga brengen. Dus ik heb gewoon een klein beetje opgebracht. En dit ga ik gewoon onder mijn ogen verdelen. En je ziet inderdaad dat het erop zit. Je ziet een roze tint zo zitten. Dan heb ik hier mijn sponsje. Ik heb een heel klein sponsje en daar ga ik het eventjes mee inblenden. En ik ben heel erg benieuwd hoe het er dan uitziet. Of het echt een verademing is. Of dat ik denk van nou, het doet niet heel veel. Als je het verschil bekijkt. Deze is ingeblend en die andere nog niet. Maar ik zie niet heel veel verschil als ik heel eerlijk ben. Ik heb niet het idee dat het heel veel doet voor mijn ogen. Of dat het echt heel erg oplicht. Misschien dat het heel handig is ook als je echt last hebt van donkere kringen. Maar ik zie nog niet heel veel gebeuren. Dat maakt het wel lastig. Ik zie eigenlijk niet heel veel verschil met of zonder. Als ik heel eerlijk ben. Het
Het is niet dat ik denk van wauw, wat een effect. Maar goed, ik ga eventjes mijn gezicht afpoederen en dan zal ik ook eventjes mijn bronzer en blush aanbrengen en dan kunnen we door. Maar ik kan ook eventjes goed in de, bij het licht kijken, maar voor mijn gevoel doet het niet heel erg veel als ik heel eerlijk ben. Voordat we doorgaan met de highlightstick ga ik eerst even het lippenmasker eraf halen. Zodat we even de lippenbalsem kunnen testen. Ik vind het lippenmasker tot nu toe heel erg fijn aanvoelen. Maar ik wil hem heel graag nog een keer 's nachts gaan gebruiken om te kijken hoe mijn lippen er dan de volgende dag uitzien. Maar ja, omdat er gewoon best wel veel lipproducten in zitten en ik toch graag alles wil proberen, kunnen we het allemaal niet al te lang testen. Oh, hij voelt wel heel lekker aan. Ik zie ook gelijk al kleur opkomen. Ik zie gelijk dat hij best wel licht roze kleurt. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. Hij voelt ook lekker vettig en dat vind ik zelf wel heel fijn. Ja, wel heel leuk moet ik zeggen. Dan zal ik jullie weer even wat inzoomen om door te gaan met de highlight stick. Nou, ik ben zelf wel heel erg benieuwd naar de stick. Want hoe gaat het eruit zien? Oh ja, hij wordt inderdaad heel mooi. Je ziet hem echt heel erg mooi opkomen. Ik zal hem zometeen wel eventjes wat blenden, want dit zie je echt een beetje steperig worden. Maar het ziet er echt niet verkeerd uit. En op zich is de vorm wel lekker om zo te gebruiken. Ik vind de kleur meer koeler dan heel warm. Ik had ook verwacht dat hij heel erg zou verkleuren, zeg maar dat doet hij niet en dat is wel fijn. Ja, bij de bovenlip heeft hij een beetje wat moeite. Maar ik ga hem dus eventjes ietsjes blenden. Het aanbrengen gaat wel makkelijk en hij geeft wel veel meer kleur af dan met de swatch. Dus dat is wel heel fijn. Zo ziet hij er net iets meer natuurlijker uit en niet zo streperig, zeg maar. Maar ik vind het wel heel mooi, moet ik zeggen. Het heeft me heel erg verrast, positief dan. Zo. Ja, ik vind het mooi hoor. Ik vind het wel heel leuk. Ik hoop dat jullie me ook nog goed kunnen zien. Ik zie mezelf nog heel erg goed zitten. Ja, ik vind het wel heel erg leuk. Ik vind het echt een heel erg leuk resultaat hebben. Dan gaan we door met de Liquid Eyeshadow. Ik ga de nummer 1 gebruiken. Ik ga hem gewoon even over het hele ooglid heen aanbrengen. Maar ik ga er dan daarna nog wel eventjes iets met wat kleur bij werken. Omdat ik graag met meerdere kleuren werk. We gaan gewoon eventjes kijken hoe dat werkt. Ik heb er ook even een kwastje bij gepakt. Zodat ik het wel een beetje kan blenden. Want ik ben gewoon bang dat het anders dan echt heel veel wordt. Ik breng gewoon een heel klein beetje aan. Want als je te veel aanbrengt gaat het zo uitlopen. Is mijn ervaring met liquid oogschaduw. Er staat bij dat hij snel droogt, dus we gaan hem nu gewoon gelijk eventjes een beetje blenden. Deze is wel vrij natuurlijk, je ziet inderdaad nu wel meer die koelere tint. Ik had die andere, die ga ik ook nog testen, maar ik denk wel dat dit degene is met de koele tint. Ik heb alleen wel het idee dat je hem met blenden een beetje wegveegt, maar het resultaat mag even goed nog wel zijn. Want zo ziet het er dan uit. Zij is dus wel wat aan de koele kant. Ik zal nog eventjes een foto in beeld plaatsen hoe die andere er dan uitziet, zodat je ook even een idee hebt hoe die andere kleur eruit ziet. Ja, hij is opbouwbaar, dus ik zou op zich nog wel een beetje kunnen aanbrengen. Het resultaat is nu net iets. Natuurlijk. Dan breng ik hem nu toch maar even over het gehele ooglid heen aan. Ja, misschien moet je dat blenden niet doen, want het staat er ook niet bij. Maar ik weet gewoon dat als je het niet doet, het gewoon zo heel erg gaat uitlopen. En met blenden droogt het ook gewoon net iets beter. Nou, dan ziet hij er dus zo uit.
Ik ga hem zelf heel eventjes afmaken, dus met wat meer kleur erbij. Dan zal ik even laten zien hoe dat er uiteindelijk uitziet. Want ik vind het zelf het leukste om het gewoon op het bewegende ooglid aan te brengen. Maar zo ziet het er in ieder geval zo uit. Dan heb ik hem even helemaal afgemaakt en ziet hij er zo uit. Ik heb er een beetje diepte aan proberen toe te voegen, maar je ziet wel dat die kleuren een beetje wegvallen. Maar ik vind het resultaat dat het er zeker nog mag zijn. Dus ja, ik ben er wel blij mee. Rozer dan dit gaat de lippenbalsem niet worden, maar ik vind het een leuk kleurtje wat ook heel draagbaar is. Dus als je droge lippen hebt, maar wel graag wat op je lippen wil hebben. Ik ga hem er nu wel eventjes afhalen, want we gaan uiteraard even lipglaze aanbrengen. En daar ben ik ook wel heel erg benieuwd naar. Zo. Even een spiegeltje erbij. Ik ben benieuwd hoe het aanvoelt. Oké, komt ie. Heerlijk die vanillegeur. Ja, leuk. Inderdaad, vrij neutraal, maar wel gewoon heel erg leuk. Dus heel erg draagbaar. Voelt fijn aan. Plak nog niet echt, maar ja, ik weet natuurlijk niet of dat nog echt gaat gebeuren. Maar ik vind het voor nu wel heel erg leuk uitzien. Ik ga even mijn haren doen en dan kom ik bij jullie terug om eventjes de collectie na te bespreken. Oké, mijn eindconclusie van de collectie. Ik begin even met de Brightening Under Eye Cream. Ik vind deze weinig doen voor mijn ogen. Ik zie eigenlijk niet heel erg verschil. Ik heb niet zoiets van wauw, wat een verschil. Mijn ogen zien er nu heel erg opgelicht uit. Dus die valt me eigenlijk een klein beetje tegen. Ik heb daar wel eens betere producten van gehad. Dus deze zou ik niet per se aanraden. Maar dat kan bij iedereen anders uitpakken. Het lipmasker heb ik natuurlijk kort getest. Maar voelt voor nu echt heel fijn aan op de lippen. En ja, die vond ik echt wel gewoon heel prettig aanvoelen. Maar ik wil hem heel graag nog eventjes een keertje 's nachts gaan proberen. Zodat ik ook echt eventjes een langere tijd er gebruik van kan maken. Maar voor het korte poosje dat hij erop heeft gezeten, voelde die fijn aan. De lippenbalsem vind ik ook heel fijn. Voelt ook heel romig aan op de lippen. Het kleurtje wat hij gaf vond ik mooi. Een beetje lichtroze. Ik werd er wel heel blij van. Maar ook deze zou ik nog even wat langer willen proberen. Zodat ik ook echt kan zeggen van hij maakt mijn lippen zacht. Maar hij voelde heel fijn aan. Highlighter stick, die heeft me ook echt positief verrast. Ik vind hem echt mooi eruit zien. Het blenden is niet per definitie nodig, want dan blend je hem misschien een beetje weg. Maar ik vind hem anders zo streperig worden. Maar ik vind het resultaat er wel heel erg mooi uitzien. En ik had niet verwacht dat het er zo mooi uitziet. Ik ben blij dat hij een beetje een coole tint heeft. Dus deze vind ik ook echt heel fijn. De liquid oogschaduws. Ja, ik vind het resultaat wel heel leuk, maar het is wel vrij licht. Je kunt ze natuurlijk wel opbouwen, maar ik vind wel dat ze een klein beetje wegvallen. Evengoed ziet het er wel leuk uit. Er staat niet per definitie bij dat je ze moet blenden, maar ik heb gewoon de ervaring dat als je dit niet doet, dat het heel erg gaat uitlopen in je andere oogschaduw. Dus daarom heb ik ervoor gekozen om hem te blenden. Alleen dan moet je dus wel iets meer aanbrengen om de kleur op peil te houden. Maar het resultaat mag er op zich wel zijn. Het doet geen pijn op mijn oogleden, daar ben ik heel blij mee. En hij droogt inderdaad ook best wel snel, maar dat komt wel door dat blenden. Want als je hem niet blendt, droogt hij dus niet snel. En dat vind ik dan eventjes een afweging die je zelf moet maken. En de lipglaze die vind ik heel mooi. Ik vind het een leuk kleurtje. Het is lekker neutraal. Je kunt het echt bijna dagelijks gebruiken omdat het niet heel erg opvalt. Ik heb voor mijn gevoel nog niet heel erg het idee dat die heel erg op elkaar plakt. Ik merk wel dat er haartjes in blijven zitten. Dus dat is wel iets wat misschien vervelend kan zijn. Maar ik vind dat die er zeker mag wezen en dat het er heel erg mooi uitziet. Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd wat jullie van deze collectie vinden. Heb je er inmiddels misschien ook al wel wat van gekocht? Want hij ligt al in de winkel. En ik ben dan benieuwd wat jij van de producten vindt, mocht je er al wat van getest hebben. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, daar staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt, krijg je een melding zodra een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog.
Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop je bij een volgende video te mogen zien. Doei!